Welkom bij Sensation Massagepraktijk. Leuk dat je weer kijkt. En nee hoor, ik ga niet zwemmen, al lijkt dat er wel met zo'n handdoek om mijn nek heen. Maar ik ga deze handdoek gebruiken bij de oefening van vandaag. Een oefening om wat makkelijker de nek te bewegen. Daar hebben we allemaal vaak wel behoefte aan. Dus hoe ik die handdoek ga gebruiken, blijf kijken. Weer op een kruk of op een stoel. En als eerste gaan we weer voor op de stoel zitten, op onze zitbotten, met de knieën tegenover de heupen en de voeten onder de knieën, zodat je ongeveer een hoek van 90 graden hebt. Kijk nu eens rustig rechts en links over je schouder en voel hoe dat gaat. Is er misschien een kant waarvan je merkt dat je minder ver kan kijken? Of dat het heel erg lastig gaat? Voelt misschien helemaal niet lekker wat je aan het doen bent? Misschien voel je wel ergens pijn als je over je schouder heen kijkt. Maak een keuze welke kant je wil gaan werken. Welke kant voelt het minst goed aan? Ik wil graag mijn rechterkant verbeteren en ik werk dus met mijn rechterarm naar voren en met links hou ik mijn ribben vast om de beweging te voelen. Je gaat naar voren reiken en je komt terug. Dus reik met je hand naar voren alsof je iets wil pakken en kom terug. Adem gewoon rustig door terwijl je de beweging doet en kom terug. En voel wat er allemaal gebeurt in je lichaam terwijl je die beweging doet. En voel vooral wat er met de ribben gebeurt. En kom terug. En doe de beweging vooral ontspannen. Ga het niet verkrampen. En kom terug. En wat je waarschijnlijk voelt is dat de ribben van voor naar achter bewegen vooral. Je brengt weer je arm naar voren en je hand op je ribben. En nu gaan we bij het reiken de arm draaien en kom terug. Dus je arm gaat gedraaid naar voren bij het reiken en terug. En voel hoe je schouder ook omhoog komt bij deze beweging. En adem weer rustig door. Hou niet je adem in. Voel wat er nu gebeurt in je ribben. Is de beweging hetzelfde als net? Of voel je nog wat anders gebeuren? En terug. En wat je nu waarschijnlijk extra voelt naast de beweging van voor naar achter, dat de ribben openen. En weer wat sluiten. Dus wat openen en sluiten naast de draaiing. En nu gaan we staan met de handdoek om de nek heen. Gaat staan voor jou niet, dan kan je de oefening ook gewoon zittend verder doen. Ik wilde de rechterkant verbeteren. Breng nu je linkerarm naar voren en de rechterarm daarbovenop. Je draait je arm weer en je schouder komt omhoog en die drukt de handdoek tegen je kaak aan. En hou dit maar eens even vast en voel wat je nog meer in het lichaam voelt. Ik voel bijvoorbeeld dat de rechterkant van mijn lichaam lang aanvoelt en de linkerkant van mijn lichaam die is korter. En kom maar weer even terug en ontspan. Breng je linkerarm weer voor, je rechter eroverheen, schouder omhoog en je arm draait. Klem de handdoek tussen je kaak en je schouder in. En vanuit hier ga je rondjes draaien. En hou die handdoek geklemd. En voel de beweging in de ribben. We gaan de andere kant op draaien.
Het ziet er een beetje vreemd uit, maar er gebeurt wel van alles in het lichaam. En ontspan. Hetzelfde gaan we diagonaal omlaag doen. Dus linkerarm, rechter eroverheen. Draaien, je schouder komt omhoog. Klem de handdoek tegen je kaak aan. En draai weer rondjes. En voel de ribben bewegen. Vergeet niet door te ademen. En draai de andere kant op. Hou de handdoek geklemd. Adem rustig door. En ontspan. En natuurlijk zijn we benieuwd of er wat veranderd is. Misschien merk je al dat je anders op de kruk zit of op de stoel. Dat je meer op je zitbotten zit of dat er in de wervelkolom of in de nek of in het hoofd iets is veranderd. We hebben natuurlijk met de ribben en de wervelkolom gewerkt. Dus er kan van alles veranderd zijn. En als we dan ook weer eens achterom kijken naar rechts en naar links. Ik wilde werken aan mijn rechterkant. Hoe is dat dan nu op dit moment? Is daar wat aan veranderd? Kun je misschien verder naar achter kijken? Of gaat het gemakkelijker? Misschien is de pijn wel minder geworden of zelfs helemaal verdwenen. Je hoeft de oefening niet aan twee kanten te doen. Je kan ervoor kiezen om hem aan één kant te doen, de kant waar je last hebt. Maar misschien vind je alle twee kanten niet heel erg lekker gaan. En dan zou ik zeggen, herhaal deze oefening dan aan de andere kant. Bedankt weer voor het kijken en dat was het weer voor deze week. Natuurlijk is er volgende week weer een nieuwe video. Vind je de oefeningen die ik met je deel interessant, word gratis lid van mijn YouTube kanaal. En anders zeg ik meer tot de volgende week.